Kijk, bedoel ik, hij werd. Wauw, 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 wauw. Oké, jongens, holy shit. Ik ben de laatste tijd echt bezeten door kinderen voor kinderen. Geen flauw idee waarom, die muziek is gewoon top. Today is a good day, want... Mond. Black Ops 3 is ge... Ja, ja. De trailer is uitgekomen van de multiplayer en shit like that. En wow, was echt goed. Dus guys, ik zou zeggen, als deze video de 600 likes kan knallen, krijgen jullie morgen van mij een nieuwe video. Dus ja, like nu en like. Laten we beginnen aan deze gekke game video, want vandaag spelen we een spel, mensen. Vandaag spelen we een spel. Ik zou zeggen, let's go. Vandaag is dus een heel speciale dag, want vandaag... Oh, why the fuck heb ik weer een zonnebril? Vandaag spelen we dus een van mijn favoriete Call of Duties of all time. En dat is MW3. En dit spel is echt top. En nu ik toch even tijd heb om het te zeggen, dan zeg ik het jullie toch maar. Nu, vrijdag, dus dat is vrijdag 1 mei, gaan Unagis, a.k.a. Ryan, en ikzelf, a.k.a. ikzelf, een livestream doen bij Ryan thuis. En ik kan jullie zeggen, deze livestream wordt... fucking crank it. Ik zou sowieso zeggen, kom kijken, want de livestream, het gaat er... Wojo, het gaat er goed overgaan. Ik bedoel, ja, het gaat er echt overgaan. En holy shit, dit spel, ik heb het gemist, jongen. Ik heb de close range gunfights echt gemist. Die tijden van MW3, holy shit, dat waren nog eens tijden, jongen. Dat waren nog eens tijden. Holy shit, ik word er een beetje sentimenteel van. De MW3 tijden, ik denk dat het de beste Call of Duty tijden waren, samen met die van Black Ops 2. Dat was elke dag na school, allemaal samen MW3 spelen. Elke vakantie, heel de dagen spelen, heel de dagen gamen en holy shit, dat was echt leuk. Dat waren echt die gamende kindertijden waar dat je heel de middag Call of Duty speelde. Heel de avond, heel de ochtend. En ja, ik kan jullie zeggen, ik ga niet liegen en ik ga niet zeggen dat ik die tijden niet mis. Want ik mis die tijden eigenlijk wel nog, maar ja, de Call of Duty's zijn gewoon niet meer zo. Ik weet niet hoe het komt. Ik weet niet echt wat er veranderd is. Ze proberen het gewoon too high-tech te maken en ik vind de classic manier van Call of Duty gewoon veel leuker dan de nieuwe. We moeten het gewoon bij classic gunfights houden en ik had er zo op gehoopt dat er World at War 2 ging uitkomen. Maar ja, dat is niet gebeurd. En nu is het Black Ops 3. En ik weet niet of ik de hoop al heb opgegeven in Call of Duty. Maar ik zou liever gewoon een beetje terug in de tijd gaan. Back to the times waar Black Ops 2 en MW3 de games waren. Dat was echt wel de... Dat was de shit. Maar vandaag gaan we het natuurlijk over Black Ops 3 hebben. En na de reveal trailer. Die in de beschrijving staat als jullie die nog niet zouden gezien hebben. Ben ik een beetje beginnen denken. En denken van, wat gaan ze doen? Gaan ze het weer neuken of gaat het een goed spel zijn? Maar op de een of andere manier... Denk ik gewoon, als de multiplayer slecht zou zijn, koop ik het spel gewoon voor zombies. Omdat zombies echt gewoon, wauw, dat was, ja, dat het ja, beste van het beste was. Laat dat zeker ook even weten in de comments wat jullie denken van Black Ops 3. Want misschien hebben jullie de hoop al opgegeven in Call of Duty. En misschien hopen jullie gewoon dat er een nieuw spel komt waarover we video's gaan kunnen maken. Ik vind het dan persoonlijk het allerleukste om video's te maken over first person shooters. En dan het allerliefste de Call of Duty's waar je constant in gunfight zit. Waar je heel de tijd kills kan maken en waar je nooit echt alleen bent. En die Call of Duty's, ja, met die nieuwe shit, die technologie, die double jumps, daarmee breek je dat een beetje af, want iedereen kan gewoon overal zijn. En oké, nee, eigenlijk snap ik zelf ook niet echt waarom het zo veranderd is. Ik vind het gewoon persoonlijk erg jammer dat Call of Duty zo aan het doodgaan is, want deze games zijn wel mijn jeugd, dit soort spelletjes. Ja, ja. Hierover moet ik vertellen aan mijn kinderen. Hierover moet ik die talks doen. Hey papa, welke spellen speelde jij vroeger? MW3 en Black Ops 2. Dat waren de tijden. Dan spelen zij waarschijnlijk al GTA 26. En allemaal van die games die over vliegende... bitches gaan. Maar ik ben een gamer en ik denk dat het gamen iets is wat je echt nooit meer uit mij gaat krijgen, want ja, ik vind het gewoon echt leuk. Het is gewoon leuk. Het is echt, ja, het is de shit. Ja, ik ga niet liegen als ik zeg dat ik echt de middagen heb thuis gezeten, ook als het mooi weer was, gewoon om zombies te spelen. Dat ik volledige vakanties heb thuis gezeten en ja, ja. En Call of Duty gaat sowieso altijd een speciaal plaatsje in mijn hart krijgen, want het is gewoon, ja. Misschien is het nu dood, maar ik weet gewoon dat Call of Duty ooit echt het topspel was. En ik denk dat het er bij Treyarch echt nog in zit om het topspel te maken. Dus laten we allemaal duimen dat Black Ops 3 een topspel wordt.
Maar echt een topspel. Dat misschien die tijden toch nog terug kunnen komen. Want ik zou zo graag eens een goed potje zombies spelen op Next Gen. Ik mis het. Ik hoop dat jullie het ook missen. Ik hoop dat er mensen zijn die mij volledig verstaan hierover. Ik hoop dat er mensen zijn die ook die typische oude tijden hebben gehad. Op Black Ops 2, op MW3, op Black Ops 1. Holy shit. Perfect. Voor de mensen die denken dat ik gisteren niet heb geüpload. Je bent ook verkeerd. Ik heb gisteren wel geüpload. Die video's die jullie hier. Het was op het kanaal van Joey Craig. Als je deze nog niet hebt gezien. Het is de Tabasco Challenge. Ga hem dan zeker eens checken. Om op de hoogte te blijven over deze speciale uploads. Check dan zeker even mijn Facebook en Twitter in de beschrijving. Dan ben je altijd op de hoogte van speciale dingen die gaan gebeuren op mijn kanaal. En hierbij zou ik ook willen de video afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik ben Acid. En ik zeg dank om te kijken naar deze video. Vond jij het nu leuk? Dat zeker een duimpje omhoog. Het steunt mij enorm. Duimpjes zijn gewoon top. Echt wauw. Super. Dus ik hoop dat jij een leuke tijd hebt gehad met te kijken naar deze video. Ik hoop dat je hebt genoten. Ik ben Acid. En ik zeg jongens, tot morgen. Adios. Bitches.